Bibliotheek Rivierenland in Druten deelt als een van de eerste Nederlandse bibliotheken geen boetes meer uit. En daar hadden ze een aantal redenen voor. Nou, omdat we er eigenlijk tegenaan liepen dat het heffen van boetes en het daarin streng zijn nogal een negatief sentiment opriep bij onze leden. En het riep ook een barrière op bij met name ouders met jonge kinderen die... wanneer hun kinderen hun boekjes nog niet uit hadden, dan regelmatig tegen die kinderen zeiden, nou dan laat deze keer maar even, dan doen we deze keer even geen boeken lenen. En dat staat eigenlijk haaks op wat we natuurlijk willen bereiken, want we willen zoveel mogelijk mensen aan het lezen houden. Andere bibliotheken in onze regio, die vallen onder Gelderland Zuid, deden nog wel boetes uit. Wij hebben hier onderzoek gedaan in ons eigen werkgebied. En uit dat onderzoek blijkt eigenlijk dat het weliswaar een kleine irritatie kan zijn voor mensen soms als ze een boete krijgen vanwege ze te laat inleveren. Maar dat we daarmee niet het ledenbestand in de weg zitten, zeg maar. Dus het is niet een reden voor mensen om of het abonnement op te zeggen of geen lid te worden. Het uitdelen van boetes kan nadelen hebben, zo denkt gedragspsycholoog Kevin de Goede. Ik denk dat mensen over het algemeen wel geneigd zijn hun boeken op tijd in te leveren. Maar wat vaak het probleem is dat mensen het gewoon vergeten. Dat is de voornaamste reden dat mensen een boek niet inleveren. Of dat het een keer niet uitkomt om dat te doen. En wat een boete eigenlijk doet, is op het moment dat je het vergeten bent, dan is een boete gewoon balen. Daar doe je niet zoveel meer aan. Maar wat je dan wel hebt op dat moment, is dat je hebt de boete al gehad. Dus dan kun je dat boek net zo goed nog wel eventjes langer houden. Dus wat je vaak ziet is dat een boete er dan voor zorgt dat mensen zo'n boek langer houden dan wat ze dat normaal zouden doen. Dus gewoon vergeten waren en eraan herinnerd worden om hem terug te brengen. Het anti-boetebeleid kan een nadeel zijn voor de inkomsten van bibliotheken. Maar bij Bibliotheek Rivierenland is dat niet het geval. Kijk, het is natuurlijk heel erg balen op het moment dat je een boete krijgt. Sommige mensen worden daar ook echt boos van en zeggen een abonnement op. En op het moment dat je geen boetes uitdeelt, maar gewoon mensen herinnert aan op tijd hun boek inleveren, ja, dan heb je minder boze leden die vertrekken. Met terugwerkende kracht kunnen we zeggen dat we zeker in het eerste jaar, omdat we toen met name wat aanpassingen hebben gedaan aan de abonnementsvorm en ook een best wel grote regionale campagne hebben gedraaid om nieuwe leden te werven, hebben we in het eerste jaar dat we dat deden ongeveer 30% aan nieuwe leden geworven, wat in getal ongeveer 15.000 nieuwe leden heeft betekend. Dus toen hebben we daarin eigenlijk gelijk het stukje omgedraaid. We zijn eigenlijk meer gaan verdienen door het invoeren van het boetebeleid. Of het afschaffen van het boetebeleid. Dus dat is bij ons eigenlijk andersom gebleken. Bij Rivierenland heeft het afschaffen dus goed uitgepakt. Maar Gelderland Zuid houdt voorlopig voet bij stuk. Ik denk dat iedereen dat in zijn eigen lokale situatie moet bepalen. En ik heb ook wel gehoord in de media, met name gisteren, dat er bibliotheken zijn die ervan overtuigd zijn dat dit er wel voor zorgt dat meer mensen meer gebruik maken van de bibliotheek. Maar dat blijkt uit onze onderzoeken nog niet. Ja, en mocht het nou zo zijn dat je te laat bent met het inleveren van een bieboek bij een bibliotheek die geen boetes uitdeelt, krijg je in eerste instantie een paar mails met de vraag of het boek kan worden teruggebracht. Mocht het dan nog niet gebeuren zonder een goede reden, gebeurt het volgende. Dan sturen we een factuur ter vervanging van het boek. Dat wil eigenlijk zeggen dat je dan het boek van ons overneemt, zodat wij een vervangend boek kunnen kopen voor de rest van onze leden.